definitie van zorg heel erg breed was geworden. We gaan de definitie van zorg zodanig maken dat het meer richting... Als ik boven ben, kijken ze mij ook in de slaapkamer. Als ik achter het huis zit, kijken ze mij achter het huis. Is daar ook dakopvang bij inbegrepen? Meneer Den Olde, ja. Het is geen dagopvang, het is een huis waar mensen 24 uur per dag wonen. Er komen niet, zeg maar, nog overdag mensen naar het pand toe voor dagopvang. Dag en de definitie van zorg heel erg breed was geworden. We gaan de definitie van zorg zodanig maken. Dus wij hebben eigenlijk geen enkel vertrouwen in de berekening van de parkeernorm. Die norm die mag er zijn, die zal er zijn, die zal vastgegrond zijn door en staafbaar zijn aan maatstaven. Alleen in de praktijk zal een heel ander verhaal blijken. De manier van ontwikkelen maakt dat wij bezorgd zijn over wat daar gaat gebeuren. Er wordt een plan gepresenteerd met een zeer bescheiden aantal verkeersbewegingen en parkeersituaties. Terwijl wij verwachten en eigenlijk ook uit eigen ervaring weten dat er veel meer mensen zullen komen dan gecalculeerd. En het grootste bezwaar wat daarop volgt is dan dat we eigenlijk in deze zitting ook daar niet een inhoudelijke reactie op kunnen krijgen. Anders dan dat de deskundige van oordeel is dat het niet zo is. En dat vind ik dan altijd een beetje jammer. Nou ja, dat er bedenkingen zijn tegen bepaalde dingen, dat is gebruikelijk. Ik zit toch 45 jaar in het vak, dus ik weet heus wel dat er op een gegeven moment bezwaarschriften komen. En je moet proberen altijd voor zoveel mogelijk mensen een goede oplossing te vinden. Nou, en daar is op een gegeven moment, vergeet niet, zoiets is ontstaan. Het bestaande gebouw is afgebrand. Is een jaren niks geweest, open ruimte. En nu komt er niet eens weer een gebouw. Dat is schrikken. Dat ben ik helemaal met de mensen eens. En ja, als dan op een gegeven moment daar bezwaren komen, dan moet dat democratisch beslist worden wat de raad daarmee wil. En uiteindelijk is namelijk het college heeft toestemming in eerste instantie gegeven, maar de raad is beslissend. Dus de raad moet het aangeven. Wat de problemen zijn, de ene buurman die ingesproken heeft, daar hadden we al een overeenkomst mee hoe we het gaan oplossen. Dat lossen we op. Die mevrouw die daar tegenover woont, proberen we ook op te lossen. En anders is de plantschade. Maar goed, dus het is zo democratisch als maar kan. De luchten, die stond op 15 meter van hun huis af. Wij hebben dit speciaal, het was 2 hoog. Wij bouwen nu op 27-30 meter. Als je de schuine lijn ziet, hadden ze nog meer last van die 2 dan 3. Dus ja, dat bepalen wij niet. Dat bepaalt de plantschadecommissie.